Peter Bouwman. Daniel de Zwart zit naast me. Ja, en dit is Uncharted The Lost Legacy. Dat is een standalone expansion van Uncharted 4. En god en god en god, wat hebben we er lang op gewacht. Ja, best wel hè. Ja, het was eerst een soort grapje. Ja, het begon eigenlijk als een soort van, gewoon een stukje DLC. En het werd uitgebreid tot gewoon een standalone game. Het is gewoon een game die ook, om en nabij 10 uur duurt. Ja, het is wel echt heftig. En we gaan aan de slag met de vrouwelijke bijpersonages van Uncharted. Ja, Chloe die kwam al in beeld in deel 2 en Nadine in deel 4. En die gaan nu samen op avontuur in Uncharted The Lost Legacy. Ze gaan naar India op zoek naar het mysterie van Ganesh. En Ganesh is een bepaalde god en zo. En er zijn wat schatten en mysteries rondom. Dus daar gaan ze naar op zoek. En het is eigenlijk gewoon Uncharted vibe die je hier al direct ziet. Ja, want de bewegingen van de karakter zijn wel heel erg hetzelfde als van Drake, hè? Ja, het is niet veel anders. Het voelt echt als Uncharted. Het speelt als Uncharted. Het klimmen en klauteren zoals je hier ziet is gewoon... is Uncharted. Het druipt er gewoon vanaf. En in dat opzicht hoeven we denk ik ook niet heel veel vernieuwing te verwachten. Maar we hebben wat leuke verrassingen en dat gaan we zo meteen sowieso zien in de vechtscènes. Ja, maar wat spelen we hier nu? Waar zitten we ongeveer in de game? Dit is hoofdstuk 2. Hoofdstuk 1 is eigenlijk gewoon de intro. Dan begin je als Chloe. Dan moet je een brug over waar je eigenlijk niet mag zijn. En vanaf dit hoofdstuk, dus echt het begin van hoofdstuk 2... heb je een opdracht samen met Nadine. Je hebt elkaar eigenlijk ook pas net ontmoet. In het begin, in het eerste hoofdstuk loop je eigenlijk alleen met Chloe. En dan kom je elkaar tegen en nu moet je op zoek naar de eerste clue, zeg maar. De eerste clue. Ja, want krijg je alleen haar onder de knop of allebei? Nee, je speelt echt met Chloe. En Nadine is je sidekick. Oké, die gebruik je ook in puzzels? Zover ben ik eigenlijk nog niet geweest. Maar eigenlijk zoals altijd, je sidekick gebruik je voor puzzels en om elkaar te helpen om ergens op te klimmen. En, ze is daar wel slimmer dan jij, zie. Tijdens opname moesten Tom en ik hier ook echt keihard om lachen, omdat ik gewoon zat te klooien. En Nadine kwam inderdaad gewoon op. Ja, te klooien. Van, te klooien. Ja, dat zat je gewoon. Ja, precies. Oké. Okay. Dit is wel vet, dit. Ja. Maar goed, Nadine helpt je ook gewoon in de combat. Ze vecht mee, ze kilt voor je. En ze helpt je met puzzels en om op bepaalde platforms te komen en dergelijke. En je hebt af en toe natuurlijk een beetje dialoog. En dan ook gewoon eigenlijk een beetje dezelfde soort humor en gekkigheid als die we in Uncharted gewend zijn. Ja, en jij was niet zo heel groot fan van Uncharted 4, hè? Deels. Ja. Nou, je minder dan van 1, 2 en 3. Ja, ja. Maar dit is wel heel erg 4. Ja, best wel. En ik heb nog niet heel veel gespeeld om daar echt een oordeel over te geven. Maar het is... Hier zat ik bijvoorbeeld ook te klooien. Nee, je merkt inderdaad wel een beetje de gameplay. Maar vrouwen onder de knoppen. Het toch allemaal weer wat lastiger. Ja, dat is ook zo. Vrouwen please is ook gewoon heel erg moeilijk als man. En, ja. Maar ja, goed, je merkt inderdaad wel gewoon heel erg de gameplay van deel 4. Maar dat voelt wel heel erg vertrouwd, omdat ik natuurlijk deel 4 gewoon als laatste heb gespeeld. Dus in dat opzicht voelt het wel gewoon hetzelfde. Jezus, wat is hier aan de hand, joh? Die hele stad staat in de brand. Ja, er is dus een burgeroorlog gaande. Ja, het is hommeles. Ja, het is hommeles. En daarom mag je eigenlijk niet in dit deel van de stad zijn. Daarom ben je... Er is een avondklok. Er is een avondklok, ja. En mensen worden opgepakt en de rebellen zijn bezig. En het leger is bezig. Daarom zijn jullie eigenlijk gewoon stiekem aan het klimmen en klauteren. Schatten zoeken, daar wacht op niemand. Al is het oorlog en sterven er miljoenen mensen. Dat ene pareltje moet je wel kunnen pakken. Kijk, en ik wilde die broek hebben, dus ik probeer hem eraf te slaan. Oké, super handig. Je dacht nieuwe kleding. De game is volgens mij ook grafisch gewoon hetzelfde, toch? Of is het mooier? Of hebben ze dat ook nog wel een beetje opgepoetst? Het zal wel een beetje opgepoetst zijn. Kijk, Uncharted 4 is natuurlijk al... Is hij al 2 jaar oud of een jaar? Ik
denk een jaar. Maar een jaar volgens mij. Ja, een jaar. Ja, goed. Hij draaide hier op de PS4 Pro. Dus ja, er zullen wel wat enhanced. Doe toch eens even normaal, joh. Dat is tof. Ja, dat is echt geen vrouwvriendelijke game. Nee, hè? Totaal is, niet. Nee, het is bizar. Ja, Nadine is ook gewoon een kutwijf. Klaar. Dat blijkt wel weer dat ze dat vindt. Wat zijn het vrienden in de game? Vriendinnen? Ja, zijn hier wel. Zijn ze aan elkaar overgeleverd? Nee, eigenlijk is het best wel raar, want Nadine was natuurlijk in deel 4 een vijand van Drake en dergelijke. Maar Chloe was dus een vriendin van Drake in sowieso deel 2 en zo. En ja, hier spannen ze samen, dus het is hier. Ja, want het speelt zich ook tevoren af. Is het origin story of niet? Volgens mij is het net na. Ik weet het even niet. Okay. Ik ben het even kwijt of het nou voor of het net na was. Dat maakt het veel maar het uit. Is rondom de gebeurtenissen van deel 4. Oh, echt? Oh, dat ja, wel. Ja, ja, ja. Oh. Het is niet ver van elkaar verwijderd. Oké, okay, grappig, grappig, grappig. De actie is hetzelfde. Ik vind het kleurgebruik paars heel mooi. Ja, ja, het is. Ik vind het wel leuk gedaan. Omdat dit deel is natuurlijk best wel grauw. Het is een. Ja, een gewoon een uitgestorven stad, het is afgebrokkeld, er is een oorlog gaande en ja, het is gewoon niet heel veel kleur. En dat, hoe ze dat dan doen met al die neonlichten, dat is wel heel erg tof. En dat geeft misschien een beetje een vibe wat heel veel games tegenwoordig doen, een beetje van die jaren 80 neon. Misschien spelen ze in op die trend, ik weet het niet. Ja, als ik het zie heb ik weer heel veel zin om te spelen ook. Ja, ik heb hem gekocht. Ik had zelf nog geen tijd om de game überhaupt te spelen, maar voor deze video maak ik er gebruik van. En Ragdoll. Ja, maar daar bleef ik expres er even lang kijken. Ja, ja. Ragdoll effect wint altijd dat van alles. Dat is super vet. En dit is Pink Lotus. En daar moest je in het begin... dat was eigenlijk je opdracht om daar een soort van meeting te hebben. En het is nu vooral nog wel heel veel klimmen en klauteren. Maar, ja, komt maar dat is sowieso ook wel een groot deel van het spel, dat klopt. Toch? Ja. En weet je of er een open wereld is? Volgens mij niet, hè? Dat hebben ze gewoon niet ingedaan. Want dat was in deel 4, zat er een open wereld in. Ja, volgens mij heb je wel nog steeds een beetje die semi-open vrijheid. Maar goed, ja, het is gewoon eigenlijk deel 4, maar dan een uitbreiding. Dus ja, want er zit ook wel een soort van verhaaltje achter. Want als je de season kijk, pas... Daar was ze weer. Hé, nou ja. Dit is zo raar. Ja, een NPC respawnt gewoon waarschijnlijk ergens of zo. Nee, oh, ja, zij is ook gewoon Houdini. Dit is ook wel een grappig stukje. Heel voor de vibration, yes. Ja, hold to picklock. Ja. En dat is een nieuw element. En Tom zei van, ja, is het... Ja. Zo kan het ook. Zij is wel heel erg makkelijk. Ja, mooi hè. Het is wel maar dan hij jij. Zegt, ja, is dit nou eigenlijk, voelt dit hetzelfde als Skyrim? Is dit een beetje de maatstaf? Ja, het is natuurlijk wel een iets versimpeld systeem, maar het is een leuk nieuw elementje wat ze in deze game hebben gestopt. Het is ook wel weer vreselijk, want het is oorlog, buiten worden mensen geëxpliceerd. Jij zit gewoon een beetje te kijken naar Pluraria hier. Ja. Om te kijken hoe leuk. Ja. Omdat je kijken naar, het is een oud kroontje, wat beetje prima. En om de hoek wordt iemand geëxecuteerd omdat hij iets anders gelooft. Ja. Het is wel echt Ja, maar dit is ook wel gewoon Uncharted ten top. Dat gewoon, overal is de hommeles, de steden zijn kapot. Mensen sterven gewoon een zielige dood. En jij bent een beetje, kunst en een beetje op zoek naar schatten. En, ja, dat is natuurlijk wel een beetje de hele vibe van Uncharted. En ja, goed, ik vind dat wel zijn charme. Ja, wel zijn charme. Ja. En er zat een klein verhaaltje aan deze game. Iets over een season pass. Want Naughty Dog, de ontwikkelaar en Sony natuurlijk, de uitgever. Die hadden eerst hele andere plannen volgens mij met deze game. Dat is een beetje uit de hand gelopen grap geworden. Ja, daar hadden we het net inderdaad al een beetje over. Dat het zou eerst gewoon een DLC worden. Dus een klein stukje extra gameplay. Maar het was wat ambitieuzer voor Naughty Dog. En die hadden zoiets van, we schrijven het verhaal wel helemaal uit. En we maken er eigenlijk gewoon een compleet nieuwe game van. En maar daar heb jij geluk mee. Want jij had volgens mij een season pass gekocht voor 25 euro. Ja, eigenlijk was die ambitie inmiddels al bekend. En toen was die inderdaad die soort van expansion pass was toen nog te koop in de PlayStation Store. Dus dat was eigenlijk extra content voor de multiplayer van Uncharted 4. En je kreeg daar de DLC, de singleplayer DLC bij. En eigenlijk hebben ze hem kort daarna hebben ze die expansion pass verwijderd. Omdat het project werd iets te ambitieus. En die season pass kon je voor 25 euro kopen. En deze game is uiteindelijk 40 geworden. Ja, dus heb jij wel. Je bent spekkoper. Ja, zeker.
Oké, nou, dat is Uncharted is een van die weinig. Je hebt hier ook wel moeite mee, merk ik. Ja, maar ik kon de vibration niet helemaal goed vinden. Nee. Dat is ook lastig. dus is Uncharted een van de weinige games waar een season pass loont. Ja, inderdaad. Ja, want het zou... je kreeg gewoon een beetje multiplayer content erbij. Was wel grappig, maar ja, goed. Verder, maar ja, oké. Okay. Maar ja, inderdaad. Filmpje, die filmpje, altijd spannend. Die extra DLC kwam erbij. Ja, oké. Okay. Zit Nathan in de game? Voor zover bekend niet. Daar hebben ze echt nog niks over bekendgemaakt. Oké. Okay. Maar dit is wel wat Uncharted groot maakt. Hè, ook die story en... This tiger's got claws. Die monologen. En het leuke is, Chloe moest door een verrekijker kijken. Oh, en Nadine zei van, ze vroeg van wie is het? Ja, het is die met die baard. Zij door die verrekijker kijken. Oh, he's a pretty man. Oh, nice. He's handsome. Toen dacht ik, oh ja, yeah, nice. Are you looking for? Waarom vind je dat nice dan? Well, ik heb ook een baard, dus dan voel me wel een beetje gevleid. Okay, dus en Chloe is ook wel een mooie dame, dus dan... Ja. Het is wel gewoon zijn pixels, hè? Ja. I know. Maar gamers hebben ook behoefte. Ja, gamers hebben zeker ook een behoefte, ja zeker. Ja. En hoe lang moet het duren ongeveer de game? Ja, volgens mij om en erbij 10 uur. Oké. Dus het is wel korter dan Uncharted 4, maar eigenlijk is het gewoon een volwaardige Uncharted game, omdat volgens mij kon je deel 1 en 2 om en erbij de 10 uur uitspelen, sneller zelfs. Volgens mij heb ik een van die games zelfs in 8 uurtjes uitgespeeld. Okay. Dus als dit avontuur net zo lang duurt, ja, heb je eigenlijk gewoon een volledige game voor. Ja, of als je gelukkig met Expansion Pass voor €25 of in de winkel voor €40. Ja, het is, Als je nou kijkt naar de trend die we de laatste tijd zien, hè, voor GTA willen we bijvoorbeeld heel graag singleplayer DLC. Er zijn heel veel games waar we singleplayer DLC voor willen zien, maar die komen er niet, want het is tegenwoordig allemaal multiplayer. Allemaal eigenlijk ook leuk, maar wel minder. Is dit de trend die je wil, die je gewoon ambieert voor veel meer PlayStation of whatever games? Ja, uiteindelijk is dit natuurlijk best wel een volwaardige game, maar ik vind het best wel tof. En als we bijvoorbeeld gaan kijken, ja, maar de verwachtingen zijn lager, want wij verwachten nu niet een nieuwe grafische engine. Nee, dat of klopt. Een nieuw, dus eigenlijk is wat dat betreft is het best wel een relatief simpele uitbreiding. Ja, en een punt is dat ze volgens mij veel minder hebben ingespeeld op het hele marketing van deze game. Omdat ze leggen hem gewoon neer. Ja, omdat het maar een expansion is. Ik heb er heel weinig reclame voor gezien. En ik ben benieuwd hoe ze dat bijvoorbeeld bij Horizon Zero Dawn gaan doen. Die krijgt over een paar maanden een DLC of een uitbreidingspack, zeg maar. Ook op singleplayer gericht. Ja, ook op singleplayer gericht. Want die game is ook volledig singleplayer. Ja. Maar ja, het, op zich is het best wel tof als ze dit vaker doen. Alleen is het een beetje de vraag van, knippen ze het uit de game en brengen ze het later uit, of gaan ze het ontwikkelen nadat de game uitgebracht is? Ja, maar dat is in dit geval sowieso niet waar. Nee. Ja, waarschijnlijk waren de concepten natuurlijk wel al. Ik denk dat ze hier wel langer mee bezig waren, omdat dit kun je niet in een jaar maken. Hoewel, ja, alle textures en alle animaties en dergelijke waren er natuurlijk wel. Verkeerde knop. Ik probeerde de ruit kapot te slaan. Okay. Ja, en hier begint echt een stukje actie die we ook gewoon uit Uncharted kennen. En, zeg maar dat je rent en nooit geraakt wordt. Ja. Ja. Nee, ja, ik word wel redelijk geraakt. Ik kan me dat niet herinneren uit een andere Uncharted met die lampjes. Dat vind ik wel echt leuk. Nee, dat is inderdaad een beetje nieuw. Grappige toevoeging. Ja. Ja. Ja, dit is wel echt Uncharted. Als je niet rent, ga je dan wel dood? Vraag me af. Want volgens mij word ik zo meteen wel toch wel een aantal keer geraakt. Oh ja, hier ga ik een beetje fout. En zij pakt weer de veel simpelere rol. Ja, ja. Nadine is een stuk slimmer dan jij. Ja. 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 Maar goed. Nou ja, hier zie je gewoon dat ik behoorlijk geraakt word. En je moet gewoon sprinten voor je leven. En ik denk dat als je stil blijft staan, dat je uiteindelijk wel doodgaat. En hier loopt zij in de weg. Dat is wel behoorlijk irritant. Dat doen NPC's wel vaker, hè? Ja, dat is een beetje hun vak. Ja. Hun mantra. Ja. Van een beetje in de weg lopen en... Zo van, ik probeer iets goeds te doen, maar het lukt niet. Ja, precies. What the hell is that supposed to mean? It means you let Asav get the jump on us. I'm starting to wonder whether you're worth the 50%. Dat is de tweede missie, hè, mensen. Het is geen spoiler. You were going to give... Nee, het is echt het begin van het verhaal. You know nothing. Jon Snow. About me. Ik heb net de seizoensfinale van seizoen 7 gezien. Echt, hè? Oh, nice. Your guy better be there.
En hier krijgen we echt, echt een stukje combat te zien zometeen. Als het goed is. Ja, de Uncharted vibe zit erin met over daken glijden en springen en nattigheid. En dingen die afbreken en dat het net goed gaat. Ja, natuurlijk, ja. Ja. Dat is de sensationele cinematografische stijl van Uncharted. Wow, nice. Goeie move. Ja, vet hè? Ja. Nou ja, dit is best wel nieuw. Heel veel nieuwe combat moves. Ja, want zij is echt een vechter hè? Dat hebben we ook gezien in Uncharted 4. Ja, ja. Nadine ook. Die helpt je hopelijk ook. En dat is wel heel tof. Dit. Ja, ja, dit is echt heel tof. De combat is best wel dynamisch. En omdat je... ik lokte niet op vijanden. Dus ja, je bent soms een beetje in het wild aan het slaan. Maar je hebt wel echt gewoon verschillende slaan en kick moves en zo. En dat vind ik wel heel erg tof. Dat de combat gewoon net iets uitgebreider is. Ja. En dat geeft net wat meer vernieuwing aan de game. Ja, het is ontzettend spannend om al naar te kijken. Het is alsof je naar een film kijkt gewoon. Ja, dat is het met de franchise. Ja, yeah, maar dat, dan moeten ze toch wel weer lukken. En lijkt ze toch weer te lukken. Je wil toch zeggen dat Naughty Dog een professionele ontwikkelaar is? Beetje, hè? Ja. Ja, het is een beetje... Het is sinds vorig jaar uit zijn indie-status. Ja, precies, ja. Oh, je weet nog niet zo goed wat je moet doen. Nee, hier ben ik de weg weer kwijt. Waarschijnlijk ligt Nadine alweer ergens voor me. Ja, waarschijnlijk, want die loopt gewoon de slimme route. Ja, die weet precies waar ze heen moet. Oh, dit is vet. Over het water heen. Nice. Oh, nee, gaat weer mis. Oh, trophy. Trophy sowieso. Drop me a line. En hier dood. Eindigt het bizarre avontuur. In welk land is dit eigenlijk? India. Ja. Nou ja, Daniel, ontzettend bedankt voor deze kleine, korte introductie van de nieuwe Uncharted. Ja. The Lost Legacy. Ja, ik heb ook zin om thuis er mee in de slag te gaan. Ja, en als jullie dit gezien hebben, laat ons vooral weten wat je ervan vindt. En mocht je Gamers het tof vinden, dan kun je ons vooral volgen op overal. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Twitch en Gamerset.nl. Elke dag voor je dagelijkse gaming nieuws. Daniel, mag ik je hartelijk bedanken? Ja, tuurlijk. Graag gedaan. Ik vond het heel tof. En laat weten wat je van de video vindt, maar ook wat je van de game vindt en of je hem gaat kopen. Ja, nou mooi. Meer hoeven we niet te zeggen. Nee. Doei. Cheers.